Ik denk dat ik uh, voor Bob meer uh, waarde kan hebben dan voor de VVD. Dus vandaar uh, mijn overstap. Opmerkelijk, want nog geen half jaar geleden stapte Gaston de Jong over van trots naar de VVD. Het feit dat, dat de partij op zich niet groeide, uh, waren een, een, ja, eigenlijk maar met z'n tweeën. En om dat nog eens een keer vier jaar te gaan doen, uh, ja, dat zou ik gewoon niet zitten. Maar bij de VVD leek de jongen op een niet verkiesbare plek terecht te komen. Het was een voorlopige lijst, maar ik heb dat inderdaad ook wel te horen gekregen uh, dat ik uh, op, op een plaats stond voorlopig uh, die in mijn ogen niet zou leiden tot, tot uh, een zetel uh, in, in de gemeenteraad. Dus ook dat heeft meegespeeld. Uh, mee Toch is de visie van Bob de voornaamste reden voor de overstap. Bob is gewoon een lokale partij. We gaan voor Breda. En uh, ook de focus op de ouderen, een vergeten groep uh, in de Bredaanse samenleving, ja, dat trok mij aan. Tot de verkiezingen blijft de jong echter in de raad namens zijn oude partij Trots. Ik ben voor vier jaar gekozen met het verkiezingsprogramma van Trots. En uh, dat blijf ik uitvoeren tot, uh, tot de verkiezingen. Uh, Yvonne de Heer, mijn opvolger bij, bij Trots, uh, de lijsttrekster, die is momenteel met haar kieslijst bezig, met haar verkiezingsprogramma bezig. Die heeft daar ook heel druk mee. En uh, ja goed, uh, die, die zal dan straks uh, met, met haar eigen programma de verkiezingen van 2014 ingaan. Volgens de Jong heeft het geen zin om zijn zetel in te leveren. Omdat Yvonne de heer bij de vorige verkiezingen tiende op de lijst stond. Ik zou hier uh, Yvonne ook uh, alle ruimte geven en bijstaan bijstemmer kan. Uh, zodat zij haar eigen plan kan trekken wat dat betreft. Maar wel met deze. Uh, ja, uh, volgorde en, en ook met de, in het achterhoofd dat het helemaal niet zeker is dat optreden zou treden, dat zij die plaatsen zou kunnen nemen. En behalve trots de VVD en Bob, was er zelfs nog een vierde partij in beeld bij de Jong. Ook uh, met, met D66 hebben we natuurlijk veel overeenkomsten. En dat had ook een partij bijvoorbeeld kunnen zijn waar, waar ik nou over uh, gestapt zou kunnen hebben.